17 juni aanstaande zal er voor het eerst een heel bijzonder evenement plaatsvinden in Utrecht. En daarvoor hebben we een speciale gast, burgemeester Jan van Zanen. En eigenlijk verraadt uw stropdas het al een klein beetje. Maar kunt u aan ons vertellen wat voor evenement er gaat plaatsvinden in de grachten van Utrecht? Ja, de Kennel Pride voor het eerst in Utrecht. Mensen heel enthousiast over, ik ook. Ik zal ook deelnemen. En ik verheug me daar zeer op. We zijn zeer betrokken bij de LHBT-gemeenschap. En ik ben blij dat het nu ook in Utrecht plaatsvindt. Het maakt onderdeel uit van een al veel langere traditie. Het Midzomergrachtfestival, wat een dag eerder begint. En volgens mij laten we daarmee aan Nederland en ook een beetje aan onszelf zien dat iedereen erbij hoort. En hoe komt u aan deze prachtige stropdas? Nou, ik zal u een geheim vertellen. Ik heb er zelfs twee gehad van COC Midden-Nederland. En ik kreeg er één in het openbaar en een tweede kreeg ik na afloop. En hoeveel bezoekers verwacht u? Ja, dat is natuurlijk niet te voorspellen, maar ik denk een heleboel. En zeker als dit nu met u wordt uitgezonden en de LHBT-gemeenschap in Utrecht is groot en sterk en gevarieerd. Ik denk dat er heel veel mensen komen, maar het is de eerste keer en voor de eerste keer kun je nooit voorspelling doen. Wat denkt u dat een belangrijke boodschap is van de Kennel Pride? We hebben heel veel organisaties, een stuk of 70, die roze zijn in alle variëteit. En zo'n boodschap is iedereen hoort erbij, iedereen doet ertoe. En iedereen kan ook gewoon zijn zoals hij wil zijn. U bent aanwezig bij de eerste Kennel Pride in Utrecht. Hoe gaat u deze openen? Ik heb er nog geen idee van. Ik laat me verrassen of ik word door de situatie geïnspireerd. Want misschien weten wij dan meer dan u. Want wij hadden begrepen dat u het ging openen met confetti. Oh, dat wist ik. Nee, en toen dachten wij, misschien kunnen we vast een voorproefje doen. Nou, dan kunnen we misschien even oefenen, of niet? Nou, dat lijkt me leuk. Nou, drie, twee, één. Nou, dat ziet er wel leuk uit. Het ziet er feestelijk uit. Wij vinden het heel bijzonder dat burgemeester Jan van Zanen vandaag met ons meevaart in de aantocht naar de eerste Kennel Pride in Utrecht. En daar willen we graag met u op proosten. Wat aardig. En ik verheug me er ook zeer op en ik hoop dat het helemaal lukt. Mag ik hem openmaken? Ja, aan u de eer. Oh, wat geweldig. Proost. Op een hele succesvolle Kennel Pride op zaterdag 17 juni in Utrecht. Te beginnen hier aan het Ledige Erf.